Dit is wat werkende mensen nodig hebben. Goede betaalbare basisvoorzieningen. En dat doe je door te halen waar het zit. Bij superrijke mensen. En de enorme vermogen en de torenhoge winsten die zijn gemaakt. Recordwinsten. Nog nooit zulke hoge winsten in Nederland als gemeten. En daar moet nu iets aan gebeuren. Ja, en dan gaan we meteen door met het tweede thema en dat is arbeid en loon. Ik vraag graag Jimmy Dijk van de SP en Silvio Erkens van de VVD naar voren. Hetzelfde als de vorige keer, ieder 30 seconden en dan een 4 minuten debat. Ik mis nog één. Ja. Oh, jij nog? Ja, ik staat hier één. Super, dankjewel. Het thema. De krapte op de arbeidsmarkt legt een ernstige druk op onze economie. Al 2 jaar op rij laten cijfers van het CBS zien dat het aantal openstaande vacatures groter is dan het aantal beschikbare werkzoekenden. Dit roept de dringende vraag op, hoe kunnen we nou mensen verleiden om meer te gaan werken? Een oplossing die door meerdere partijen genoemd wordt, is werken lonender maken. Maar daar zit een prijskaartje aan. Hoe gaan we dit realiseren en wie gaat opdraaien voor de kosten? Is dat het MKB, zijn dat vermogende Nederlanders of de Nederlandse staat? De tweede stelling luidt als volgt. Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, moet de belasting op vermogen worden verhoogd, zodat de belasting op arbeidsinkomsten verminderd kan worden. En we beginnen bij de SP. Sorry. Ik kijk naar de verkeerde kant. We kunnen de standpunten ruilen, hoor. Ja, nee, we gaan eerst naar de SP en dan naar u. Dat zou ik wel interessant vinden. Ik ben in 1985 geboren en ik lees veel kranten, al heel lang. En afgelopen jaar zijn er recordwinsten gemaakt. 390 miljard euro zijn er aan winsten gemaakt in Nederland. Laat het even op je inwerken. 390 miljard euro aan winsten. En als we kijken naar vermogenden, dan is de rijkste 10%. Bezit 1200 miljard euro. Dat is 3 keer de rijksbegroting. Ja, sorry, maar deze stelling spreekt zo ongelooflijk voor de hand. Ik denk dat u moet gaan verdedigen. Nee, ik niet. Want de belasting op vermogen moet keihard omhoog. En een belasting op arbeid, op mensen die echt waarde toevoegen, die moet naar beneden. Maar dat kan niet verbazen als een socialist dat zegt. Dank u wel. Uw reactie. Nou, volgens mij het belangrijkste voordat we aan de stelling beginnen is het feit dat de krapte op de arbeidsmarkt ontstaan is door een overhitte economie. Die krapte zal de komende jaren ook blijven bestaan zolang de economie overhit is. Dus er is geen magische oplossing. We zullen gewoon moeten dealen de komende jaren met krapte. Er zijn dingen die je kan doen die helpen met die krapte verminderen. Werken moet meer lonen. Volgens mij is dat de stelling waar het over gaat in dit geval ook. En wat je in Nederland ziet, is dat de zogeheten marginale druk. Het is een complex woord, maar het komt er eigenlijk op neer. Als je een dag per week meer gaat werken of een uur per week meer gaat werken, dan hou je relatief weinig over, omdat je meer belasting gaat betalen steeds en heel veel toeslagen kwijtraakt. En dat vormt wel een drempel voor veel mensen om meer te gaan werken. Ja, maar dan heb ik nog steeds niet helemaal gehoord of u het eens bent ook dat we vermogen meer belast moet worden. Nee. Dat is dus. Om het even duidelijk te maken. Ja. Ja, dat is fascinerend, hè? Want het hele toeslagensysteem, wat een enorm schandaal ook nog is geworden op heel veel gebieden. Het was zelfs bij de huur- en de zorgtoeslag, zodat mensen daar diep door in de problemen zijn gekomen, in de schulden, heel veel werkende mensen. Maar dat systeem is niet opgericht door socialisten, dat is bedacht door liberalen. Om ook weer die subsidie te geven aan grote bedrijven, de grootste ontvanger, indirecte ontvanger van toeslagen, is Ahold, is de Albert Heijn. Nog meer spekken van grote multinationals die torenhoge winsten maken van ons belastinggeld, waar we allemaal voor werken. Die toeslagen gaan indirect, direct in de zakken van de Albert Heijn. Als je het tekort op de arbeidsmarkt zou willen oplossen, dan zijn er best praktische maatregelen om te nemen, zoals gratis kinderopvang, wat je trouwens ook nooit aan de markt over moet laten, want dan krijg je dit soort problemen. Kan ervoor zorgen dat er in een gezin een eerlijkere verdeling komt tussen werktijden tussen mannen en vrouwen, waardoor er meer rust komt in een gezin en er meer inkomen is in een gezin. Dat zou één stap kunnen zijn om ervoor te zorgen dat je een groot deel van de tekorten op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de zorg, ik ben toevallig ook woordvoerder zorg, waar heel veel deeltijdbanen zijn, kun je ervoor zorgen dat er een heel groot deel van de krapte op de arbeidsmarkt opgelost is. Een aantal punten die je noemt ben ik het mee eens, maar laat ik beginnen met waar ik het niet mee eens ben. Volgens mij is het de leukste voor een debat ook in dit geval. Wat je volgens mij ziet in Nederland is heel erg een discussie over ongelijkheid en vermogen die soms best wel uit verschillende percepties bestaat. Ik las pas een studie, daar stond in, die wordt ook vaak gequote in de media. De ongelijkheid in Nederland is groter dan in de VS. Maar laten we gewoon even eerlijk zijn, wie er ooit geweest is of wie ooit op de tv beelden van de Verenigde Staten gezien, dat klopt gewoon niet. Dus dan ga je kijken naar de definities. Het pensioenvermogen van Nederland
Nederland. Is 47% van het vermogen. Als je dat meetelt, is het meteen heel wat anders geworden. En dan kun je nog steeds politiek vinden dat het te veel ongelijkheid is. Maar vindt u het te veel ongelijkheid? Nou, ik denk volgens mij dat we de laatste jaren de belastingvermogen al flink verhoogd hebben. Er is 7 miljard per jaar bijgekomen aan belastingvermogen. En laten we ook even eerlijk zijn wat eronder valt. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. We gaan de allerrijkste belasten. Maar als je veel geld wil ophalen, zie je in de praktijk dat het draait om spaargeld, eigen woning, ondernemingsvermogen en gewoon inderdaad ook nog de pensioenen. Ja, kijk, hier lijkt het dan altijd net alsof zeg maar de belasting op arbeid hetzelfde is als vermogen. Het is echt belangrijk voor mensen om te weten dat de belasting op vermogen vele malen lager is dan die op arbeid. De SP die heeft dat helemaal uitgerekend. Je kan, als je het gelijk zou trekken, als je de belasting op vermogen en op kapitaal gelijk zou trekken met die op arbeid, kun je, luister goed hè, 47 miljard euro per jaar innen. Dan ben je niet eens negatief concurrerend met het buitenland. En daar kun je zo ontzettend veel mooie dingen voor doen. Daar kun je de energie van nationaliseren, waardoor je morgen kan beginnen met echt verduurzamen. Je kan de kinderopvang, waar ik het net over had, kun je gratis maken. Je kunt het nationaliseren in plaats van dat je het aan de markt overlaat. Je kan openbaar vervoer nationaliseren in plaats van dat je het aan de markt overlaat. Je kan onze zorgverzekeringen nationaliseren. Alles nationaliseren. Alles. Ja, maar het is wel belangrijk om te weten, want dit is wat werkende mensen nodig hebben. Goede, betaalbare basisvoorzieningen. En dat doe je door te halen waar het zit, bij superrijke mensen en de enorme vermogen en de torenhoge winsten die zijn gemaakt. Recordwinsten, nog nooit zulke hoge winsten in Nederland als gemeten. En daar moet nu iets aan gebeuren. Ja, ik kijk ook heel graag naar het buitenland en de recente geschiedenis. En wat je daar zag was inderdaad dat president François Hollande een keer verkozen werd. Die zei, wij gaan die miljonairs meer belasten. Na 2 jaar tijd toen de belasting ingevoerd was, was de tweede grootste stad met Fransen Londen geworden. En heeft de overheid minder geld binnengekregen. Ja. Volgens mij moet je veel meer je gaan richten op het feit dat er wel nog constructies mogelijk zijn waarin mensen die eerlijke belasting niet betalen op dit moment. We hebben in de Kamer pas een debat gehad over wat zogeheten dividend stripping. Heel complexe term, maar een hele geavanceerde manier om gewoon geen belasting te betalen. Die lekken kun je dichten, daar zijn we ook voor. Maar die belasting nog verder verhogen bovenop wat er nu al is, daar zijn we tegen. En het is ook wel de reflex die we vaak hebben hier. Als ik thuis inderdaad te veel geld uitgeef, dan gaan we gewoon naar het huishoudboekje kijken en dan gaan we minder uitgeven. En die discussie horen we niet. Het is altijd lasten, lasten, lasten. We gaan de belasting verhogen en we denken dat daarmee allemaal magisch goed komt. Maar volgens mij gebeurt dat niet. Duidelijk. We openen het grote debat. Dank je wel. Heel goed. Geef ze een warm applaus. Ja. Kijk, uiteindelijk is deze stelling natuurlijk vooral omdat we het hebben over de krapte op de arbeidsmarkt, die natuurlijk nogal belangrijk is. We gaan het ook nog hebben over welke sectoren dan precies, om ervoor te zorgen dat we de doelen bereiken die we willen bereiken. Suzanne Kreuger, u bent voor deze stelling. Ja, zeker. Dat zit ook echt heel stevig in ons verkiezingsprogramma en in de doorrekening die woensdag komt. Ik denk dat het belangrijk is, zo'n voorbeeld als gratis kinderopvang, dat is nou echt een instrument. Wat je kan gebruiken om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ik denk ook dat het heel logisch is om in deze tijd vermogen meer te belasten en juist te kunnen zorgen voor bijvoorbeeld een hoger minimumloon. Maar dat zijn allemaal eerlijke schuiven die eigenlijk maken dat je samenleving solidairder is en dat het ook klopt. Ik bedoel, de arbeidsquote is in de afgelopen jaren langzaam gaat er steeds meer van het geld wat verdiend wordt, komt terecht bij bedrijven en minder bij werken. En als u nou moet kiezen, want niet alle schuiven kunnen tegelijk gezet worden vaak, hè? En u moet kiezen tussen belasting of vermogen verhogen of bijvoorbeeld het minimumloon verhogen. Als u moet kiezen op de belasting kiezen? Op arbeidsinkomsten verminderen en het minimumloon verhogen. Wat is belangrijker voor u? Wat is een belangrijkere schuif om aan te draaien? Nou, ik snap even niet waarom ik daartoe tussen moet hoeft kiezen. Niet, de hele point niet. Is toch het hoeft dat allebei we niet. Nee. Nee, maar volgens mij is juist het hele, de hele point dat door vermogen steviger te belasten. Komt er geld vrij? Ja, komt er geld vrij. Kan je het minimumloon bijvoorbeeld verhogen? Kan je zeggen, we gaan voor kinderopvang. In spreadsheets klopt dat. Maar in de echte wereld werkt dat anders. Dat gaan we woensdag zien. Ja, nou dat is mooi. Dat daar doen jullie niet aan mee. Ja, gelukkig. Ik zal je vertellen waarom. Dat refereerde aan de doorrekening van het verkiezingsprogramma. Die doorrekening van het verkiezingsprogramma, en ik citeer nu uit het werk van Pieter Omtzigt, prachtige lezing uit 2021. Waarom hebben wij al die kortingen in ons belastingstelsel, waardoor niemand meer snapt hoe het zit? Omdat die er goed uitkomen in doorrekeningen van het CPB. En dat levert dan ook nog fictief een aantal banen op die niet aansluiten bij de werkelijkheid. Dat klopt. Wat is uw alternatief? U bent tegen deze stelling, maar u moet ook de krapte aanpakken. Ja, en wat je daar dus voor moet doen, is dat belastingstelsel aanpakken.
Want wat je dus zult moeten doen, is ervoor zorgen dat de armoedeval verdwijnt. Want waarom blijven mensen met lagere inkomens, en dat zijn inmiddels gaat dat richting de lagere middeninkomens, waarom werken die niet meer? Maar volgens mij is niemand het daarmee oneens, toch? Ja, maar je stelde aan mij een vraag wat je moet doen om de krapte op de arbeidsmarkt te vergroten. Ja. En dan moet je er dus voor zorgen dat het voor mensen gaat lonen om te gaan werken. En dat is nu wat er gewoon niet gebeurt. Omdat dat ook trouwens, als je dat doet, dan krijg je ook problemen met het CPB. Ja. Eddie? Ik ben er ook heel erg voor om de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen. Maar het heeft volgens mij geen relatie met de maatregelen die vervolgens opgezond worden. Want waardoor ontstaat die krapte op de arbeidsmarkt? Dat heeft met de vergrijzing te maken. We hebben veel meer mensen die het arbeidsproces verlaten. Te weinig jongeren die instromen. Het heeft met mismatch op de arbeidsmarkt te maken. Heel veel krapte technische beroepen op de ICT noem op. Daar gaan deze maatregelen niet bij helpen. Het enige wat zou kunnen helpen, en daar ben ik het met Silvio eens, is dat het werken weer echt lonend moet worden. Ons belastingssysteem werkt zo dat als je nu een paar uur meer gaat werken. Silvio, daar had ik het net ook over. Ik reageer ook even op het debat. Zo vaak, hè, dat dan wel de man geciteerd wordt, maar niet de vrouw. Ik ben het ook en in Amsterdam, ook ik grijp Mona even eens. In. Ja, toch? Dames, dat je wel. Het is gehoord. Ja. Maar uw punt was dat u wilt de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken. U zegt maar daar weer dat. Maar het gaat wel om werken lonend maken. Ja, en dat is een manier om bijvoorbeeld de belasting op arbeidsinkomsten te verminderen. Dan wordt het lonender om misschien meer uren te gaan werken. Dan wordt het nog steeds niet lonender van. In het huidige systeem is het probleem dat als je 50-60% meer gaat werken, dat je er maar 5-10% op vooruit gaat. En dat komt omdat als je meer inkomen hebt, je toeslagen afnemen, je belastingkortingen afnemen. En je schiet er gewoon niks meer op. Okay. En dat is de reden waarom mensen ook soms niet eens vanuit een uitkering aan het werk kunnen. Ja. Joost Sneller, D66. Ik ben het eens met de stelling. En ik denk dat juist dit is precies wat er aan het eind van deze stelling staat. Zorgen dat die arbeidsinkomsten minder belast worden, zodat het aantrekkelijker wordt om te gaan werken. Zodat je meer arbeid krijgt, zodat er minder tekorten zijn, zodat er minder krapte is. Dus ik ben het eigenlijk eens met alles wat er gezegd is ook over gratis kinderopvang. Ik denk alleen, daarnaast moet je ook keuzes maken. Wat voor economie wil je hebben? En nu zitten er natuurlijk ook heel veel banen vast in een economie die misschien niet meer past bij het Nederland van de toekomst, als je het over een nieuwe economie hebt. Dus dat is ook een onderdeel om te zorgen dat die krapte wordt aangepakt. En het andere is inderdaad investeren in hoe ga je het vervolgens slimmer doen in Nederland, zodat je, of het nou in de zorg is of elders, ook zorgt dat je met minder mensen uiteindelijk meer kan doen. Want alleen dat is een structurele oplossing voor die krapte. Ja, maar dat is eigenlijk een ander ding. Hè. Hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat we misschien efficiënter gaan werken, dat we ook bijvoorbeeld, het gaat heel vaak over handen aan het bed in de zorg, maar dat is nou typisch zo'n domein waar op het moment dat je bijvoorbeeld de lonen omhoog gooit, is het daar moeilijker voor bedrijven vaak om ook die lonen omhoog te gooien. Want dat zijn vaak hele arbeidsextensieve domeinen. Het is best wel duur als werkgever om daar je mensen te betalen. Hoe kunt u dat combineren? Dat je aan de ene kant toch zegt, die werknemer, die gaan we toch verzorgen dat hij aan het eind van de maand meer overhoudt. En tegelijkertijd zorgen we ervoor dat er een beweging komt naar de sectoren, de zorg, beroepen rond duurzaamheid, waar mensen naartoe gaan. Ja, ik denk dat je over al die sectoren heen een aanpak nodig hebt. Dus en mensen moeten een goed betaalde baan kunnen hebben en rond kunnen komen aan het einde van de maand. En dat zit inderdaad aan maatregelen waarmee je de belasting op arbeid vermindert. Dat is voor mij een hele belangrijke erin. Maar het zit ook in de kosten van het dagelijkse leven. Wat betaal je voor energie? Daar hebben we het niet over gehad. Heel veel zaken die ook belangrijk zijn voor bestaanszekerheid van mensen. En aan de andere kant, die productiviteitsgroei, die is ook bij de overheid van belang de komende jaren. Ja. Dus zaken die je inderdaad kan digitaliseren, een groot deel van de bureaucratie waar mensen mee bezig zijn, daar moet je ook op inzetten. Want we gaan nooit genoeg handjes hebben voor al die sectoren. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Heel kort eerst Jimmy en dan Mona. Kunnen we het alsjeblieft nooit meer over handjes hebben? Ik vind het echt zo eng. Alsof mensen die zeg maar zittend werk doen, heet dat als je van je kontjes gaat lopen doen. Touché. Ik trek dat echt zo matig. Ik vind het echt heel erg. Even over de zorg, hè. Waarom stoppen jonge mensen in de zorg? In 2 jaar stopt 40% van de jonge mensen die starten in de zorg. Regels. En hoogleraar Paul de Beer, arbeidssocioloog uit deze stad, fantastische vent, die heeft uitgerekend dat als wij 1 kwartaal stoppen met de uitstroom van jonge mensen in de zorg, door ze fatsoenlijk te betalen, door de marktwerking af te schaffen, zodat ze niet met al die onnodige controlebureaucratie zitten, er wordt neergeschud, maar dan is het tekort in de zorg opgelost. 1 kwartaal, als we het stelden voor dat we 1 kwartaal zouden volhouden.
dan is dat tekort opgelost. Okay. Omdat jonge mensen die voor de zorg hebben gekozen daar kunnen werken. Dat is ook een punt waarvoor we ervoor kunnen zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt in een sector die broodnodig is, de zorg. Iedereen vindt dat zo ongeveer het belangrijkste onderwerp wat er is in zijn leven. Laten we dat dan als eerste met elkaar afspreken. Dat we ervoor gaan zorgen dat jonge mensen die starten in de zorg flink omhoog gaan in salaris. En dat we de bureaucratie voor hen afschaffen. Dan hebben we in ieder geval daar personeelstekort opgelost. Ik ben eigenlijk in grote lijnen het daarmee eens. Waarbij overigens ook voor heel veel jonge mensen de zorg de enorme bureaucratie en het gebrek aan samenwerking een reden is om niet... Maar dan moet het minimumloon omhoog, hè? Ook bij het nieuw sociaal contract. Hè? Want mensen in de zorg verdienen namelijk namelijk nog geen 13 euro per uur als ze beginnen met werken. Maar dat is een concrete vraag. Dat is een stuk minder dan mensen die nu over handjes aan het praten zijn. Concrete vraag. 13 euro per uur, 13,27 euro. Daar gaan we al naartoe, hè? Voor de komende jaren. Maar even... Dat is niet genoeg, zegt die partij. Er zal iets bij moeten, maar daarbij zul je echt moeten kijken wat ook het samenspel met toeslagen, met fiscale tegemoetkomingen is. Omdat je niet even zomaar het minimumloon kunt verhogen zonder dat het ook consequenties heeft voor de loonprijsspiraal waar we nu al in zitten. Zonder dat het consequenties heeft voor de arbeidsmarkt. Wij vinden echt dat je beter moet kijken naar wat maar je dan... Maar is het niet ook een politieke keuze? Het is geen loonprijsspiraal, het is een winstprijsspiraal. Wij zouden naar dit De winst creëert deze inflatie. Ja. En dat komt omdat u niet bereid bent om te gaan herverdelen tussen arbeid en kapitaal. Dat is het grote probleem. En dat doen eigenlijk alle partijen op mijn buurvrouw van GroenLinks Partij van de Arbeid niet. D66 heeft het niet gedaan, maar wil het wel graag. Goed. 7 miljard erbij gekomen. Maar u heeft nu in 2 zinnen het hele spectrum uitgedaagd hier. Dus ik ga even het zijn liberale en conservatieve halen. Doe volgende keer mee, vriend. Ik hou van de SP'ers. Het is altijd zo tekstvast. Ik vind het geweldig altijd. Klopt ook nog. Het ook nog geweldig vertellen. Maar goed, nu even de reactie. Want ik wilde nog een ander punt maken. Want hier kan je natuurlijk van alles van zeggen. De regels in de zorg is verschrikkelijk. Maar het maakt niet uit welk systeem je kiest. Of nou van de overheid is of van een bedrijf. Heel veel van die regels moeten er gewoon uit. Nou, daar gaan we elkaar het wordt gewoon in de politiek is altijd verdacht, hè, jongens. Want het is niet gewoon. Die bureaucratie komt van de markt. Het is marktbureaucratie. Nee, komt bijvoorbeeld van brancheverenigingen. Maar dat volledig tezijde. Ik wil even een ander punt aanraken. Want bijvoorbeeld de klimaattransitie van het eerst heeft technisch en praktisch opgeleide mensen nodig. Ik denk, hoe ga ik dit zeggen? Heel veel. Ja. En wat heb je dan in een stad zoals dit? Heel veel mensen die opgeleid worden in de administratie, in de kunsten, in de media, in de juristerij. Ik ben er zelf een, dus ik mag het zeggen. Dus en daar zit ook complete vrijheid in om die keuze te maken. Terwijl ik ben er echt van overtuigd dat je ook als... Ik ben als jurist heel erg gelukkig, maar ik had ook ongelooflijk gelukkig kunnen worden als klimaatman. Klimaatvrouw, toch? Nee, maar we zijn in Amsterdam, dus dat kan niet anders. Ja. Om praktisch mooie technische dingen maar u te zegt maken. Eigenlijk, we mogen wel wat meer sturen we op wat mogen, mensen gaan studeren. We moeten meer gaan sturen. Want die krapte op de arbeidsmarkt zit hem niet in cultuur, media, juristerij, psychologen enzovoort. Maar dat is wel mooi. Dat vind ik heel goed dat je dat zegt. Want ik denk dat dat ook inderdaad... Ik ben het er mee eens dat als we de klimaattransitie willen maken... dan zullen we echt... Ja, de uitdaging van het grootste bottleneck is nu... een van de grootste bottlenecks is personeel. Ja. En dat is een van de redenen waarom wij een werkgarantiefonds voorstellen. Om dus te zorgen dat je mensen kan omscholen. Dat je mensen kan maar dat is nog wat anders begeleiden. Dan aan de voorkant zeggen. We hebben liever dat u dit gaat studeren dan dat. Want we hebben deze baan nodig. Dat vind ik een heel dwingend instrument. En ik denk dat er eigenlijk nog wel andere dingen zijn. Okay, we hebben structurele onderwaardering van de mbo'ers bijvoorbeeld. Waar je ook een heleboel aan zou kunnen doen. Waardoor je het überhaupt eigenlijk aantrekkelijker maakt voor mensen om technische... We gaan dit rondje bijna afronden. Ik wil Sylvia nog even horen. Ja, misschien daarmee ben ik trouwens. Je moet het aantrekkelijker maken. Dus dat betekent differentiëren in collegegeld bijvoorbeeld. Dat betekent mensen informeren wat de baankansen zijn. Wat ze kunnen verdienen. Want je verdient vaak ook nog veel meer met zo'n baan. Misschien nog één steen die ik in de vijver wil gooien. We hebben het net over die marginale druk gehad en dat werken moet lonen. Maar de politiek maakt het zelf complex. Ellie zei het ook al, de Kamer heeft het ook complex gemaakt over de laatste jaren. En sommige partijen die knikken mee inderdaad, vooral aan mijn linkerzijde, die vinden ook dat werken meer moet lonen. Maar als je in je verkiezingsprogramma voorstelt dat alles inkomensafhankelijk wordt, dan maak je nog een complexer systeem met nog een groter toeslagensysteem wat dat betreft, waardoor het nog minder gaat lonen om te werken. Maak je het daarmee niet onnodig complex, wil ik vragen mevrouw Kreugen. Mag u ook kort op reageren? Nou, ik zit even te denken op welke inkomensafhankelijke regelingen de VVD dan doet.
Voor mij zorg heeft u erin staan, onder andere. Maar ook voor energie inderdaad, met de steunmaatregelen... dat er ook inkomensafhankelijk zijn. Als je veel van deze maatregelen optuigt... wordt het een stuk complexer om inderdaad wel die marginale druk af te doen. Ja, nou, volgens mij, de energie hou ik mij te goede... dat we dat volgens mij juist eigenlijk zeggen... je wil zorgen bestaanszekerheid vergroten. Je wil zorgen een fatsoenlijk minimumloon. Je wil zorgen dat werken meer loont. En dan is het uiteindelijk, daarmee pak je zeg maar energiearmoede het allerbeste aan. En daarnaast heel goed huizen isoleren... en zorgen dat mensen minder energie hoeven te besteden. Maar dus de vraag over regelingen waarbij je dus zeg maar op inkomen gaat toetsen? Ja, ik denk dat het in sommige gevallen kan en kan helpen... om bepaalde groepen eigenlijk beter te bereiken. Maar ik ben het er wel mee eens dat je... hoe zeg je dat? Dat je de regeldruk ook wil voorkomen. Ja, ik wil eigenlijk even naar onze ondernemers gaan... want die zitten hier ook naar te luisteren. En dan wil ik eigenlijk naar Jack gaan. Want, want we hebben in deze stelling... we hebben het eigenlijk nog niet zo heel veel over de... het bedrijfsleven zelf gehad misschien. Hè? Want u hebt bijvoorbeeld in uw verkiezingsprogramma staan... moet niet de pinautomaat worden van al onze ambities. Andere partijen denken er wat anders over. Wat viel jou het meest op? Nou ja, wat mij opviel was dat we allemaal willen dat werken moet lonen. Dus zet hem op. Alleen wie de rekening gaat betalen... dat zoeken jullie maar even lekker uit met elkaar. Ja. Voor mij, als we gaan kijken bij mij... ik heb 40 openstaande vacatures staan die ik niet vervuld krijg. Ik richt mij op iedereen die dit toe doet... Dus iedereen ook aan de zijlijn, de zogeheten nuggers... tot aan de mensen met een SW-indicatie. En wat we zien is dat de afgelopen jaren... de participatiewet echt gefaald heeft op dit gebied. Wat gaan de partijen daaraan doen? En dat wil ik graag aan de SP en de VVD Oké, helder. Beginnen we bij Jimmy, gaan we daarna naar Sylvia. Ja, twee dingen. Eén, ik kan me herinneren dat ik ooit bij de sociale werkplaats... in Groningen aan de poort stond... dat we met mensen in gesprek waren. En ik denk dat dat het moment is dat ik zeer politiek bewust ben geworden... en ook boos. Dus als jullie mij soms boos zien, ik ben inderdaad boos. En volgens mij is dat niet zo heel erg gek als je kijkt naar de samenleving. Maar er was een moment dat sociale werkplaatsen gesloten werden. En ik was zo boos omdat er een vrouw om 6:30 ochtends... met een taxibusje werd gebracht. Vol trots ging ze naar haar werk. Grote glimlach. En die zat in een lichtrolstoel. En als ik er dan moet denken over dat onze overheid... wij met z'n allen als samenleving niet meer ervoor zorgen... dat mensen met begeleiding naar hun werk kunnen. Trots naar hun werk kunnen. En u zei dat u een schoonmaakbedrijf heeft. Ik ken heel veel trotse schoonmakers. Er zijn een heleboel die lopen... Ook overigens. Ja, ja, natuurlijk. Maar er lopen een heleboel met een gebalde vuist in hun broekzak. Ja. Omdat ze eigenlijk of te weinig verdienen... of omdat ze meer zouden willen werken. Ik denk dat wij wel werkgevers... die goed omgaan met mensen, die ook begeleiding toestaan en dat willen. En dat zijn er best wel veel, met name midden- en kleinbedrijf. Ja. Als die begeleiding op orde hebben en we zorgen ervoor... dat we enige vorm van loonkostensubsidie kunnen leveren... zodat mensen op hun werkplaats en begeleid worden... en een fatsoenlijk loon hebben, dan denk ik dat we heel veel mensen... die nu niet aan het werk kunnen, wel aan het werk kunnen. Maar dan hebben we wel, en ik hoor nog steeds de antwoorden niet van de andere kant... maar dan hebben we wel een belasting op kapitaal nodig... die er nu niet is, om daarvoor te kunnen zorgen. Herverdeling. Helder. Ik ga naar Silvio. De vraag is ook aan u gesteld. Nou, het belangrijkste volgens mij is dat de mensen inderdaad niet meer afstrepen aan de voorkant. Dat ze zogenaamd niet zouden kunnen werken of niet zouden kunnen. Een van mijn collega's van de Tweede Kamer, Daan de Kort is dat. Die is zelfs zijn zicht kwijtgeraakt. Ze had een heel mooi interview deze week in het FD. Die is voor mij 98% van zijn zicht kwijtgeraakt. En die werd dus ook afgestreept. Gezegd van, joh, je moet naar een speciaal instituut gaan. Die heeft ze niet gedaan. Had een mentor op zijn school. Die heeft hem daarmee geholpen. En hij zet zich nu ook in de Kamer in precies op dit onderwerp. Om te kijken, hoe maak je het toegankelijk? En hoe zorg je dat mensen die echt willen werken en het ook echt kunnen. Want de meesten kunnen dat gewoon en willen dat ontzettend graag. Gefaciliteerd worden door werkgevers. En ik denk dat de overheid daar trouwens wel een voorbeeldrol in heeft om dat mogelijk te maken. En Jan Buurman, die sprak ik van tevoren, heeft een heel mooi apparaatje ontwikkeld. Inderdaad ook dat wanneer je slechthorend bent, dat je ook heel goed kan meedoen in de samenleving. Precies dit soort innovaties mogelijk maken. Zorgen dat bedrijven daar ook mee in de slag gaan. En zorgen dat mensen gewoon hun baan kunnen vervullen. Zonder dat de mensen aan de zijlijn staan. Voor mij is dat het belangrijkste. Wil je nog iets aan toevoegen? En ik wil daar nog wel aan toevoegen dat het voor sociaal ondernemers zoals ik heel lastig kan zijn om goed te doen in Nederland. In 2021 hadden wij al bewezen dat het hulpmiddel effectief was en ingezet kon worden voor doven en slechthorenden. En dat ze daarmee echt volwaardig konden participeren, meer taken konden vervullen, veel grotere kans kregen op betaald werk na een proefperiode. En ook dat de maatschappelijke business case heel sterk was. Dus inmiddels is er een business case die uitwijst dat... dat de overheid en het UWV 25.000 euro per jaar per doof of slechthorende kan besparen. In 2021 heeft minister Koolmees in beantwoording Kamervragen aangegeven dat de zorgverzekeraars Spixi zouden moeten vergoeden. Zo heet het product, Spixi. 3 jaar later, dit jaar, hebben wij begrepen van... 3 jaar later hebben wij begrepen van het Zorginstituut dat zij het er niet mee eens waren...
En dat, dat het UWV eigenlijk verantwoordelijk zou moeten zijn voor de vergoeding van Speakseat. Terwijl die discussie 3 jaar geleden dus ook al had plaatsgevonden. Vervolgens heeft een jurist van SZW die uitspraak weer geduid. En kwam tot de conclusie dat er een 10 jaar oude wet was. Die aangaf dat het UWV ook niet in staat is om Speakseat te vergoeden. En gelukkig heeft de heer De Kort, waar Silvio even naar verwees, Kamervraag gesteld op 25 september. En ik hoop dat die beantwoord worden op zo'n manier dat er wel een oplossing gaat komen. Ja. Maar hoe zorgen we ervoor dat er gezond verstand wordt gebruikt, wat overstijgend is over alle departementen en ministeries? En van wie zou je dat het liefst willen horen? Gezond verstand. Zo'n verstand. Van wie zou ik liefst zo'n verstand willen horen? Wie voelt zich het meest aangesproken? Ikke. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik zit natuurlijk niet in de Kamer, maar ik weet nog wel van het fantastische product wat je hebt. Weet je, volgens mij hier met z'n zessen denken wij echt bij elkaar, wat is dit? Ja. Dus wij gaan gewoon met z'n zessen kijken. Nou, we gaan niet met z'n zessen kijken. We gaan de desbetreffende bewindspersoon zeer hinderlijk volgen. Om te zorgen dat er heel snel hier een uitspraak over komt. Volgens mij is dit een gemeenschappelijke ding. Volgens mij is dit gemeenschappelijk. Nou, dat is een mooi einde van deze ronde, zou ik zeggen. Zitten er ook journalisten in? Zou je het even opschrijven? Ja. Help van na de verkiezingen. Ik weet niet of die zich nog kenbaar durven te maken. Volgens mij wordt dit gewoon gestreamd op NPO. NPO Politiek. Ja. Kom op. Heel kort. Want dat zei ik op het begin ook. En volgens mij met andere soorten sociale ondernemerschap ook. Het is precies, je moet exact weten wat de casuïstiek is. Want we zeggen altijd met elkaar minder complexe regelgeving. Maar je moet precies dit soort verhalen ook gebruiken om er echt in te duiken, denk ik, met elkaar. Om een verschil te maken. Want het kan één wet zijn die 10 jaar oud zijn. Die kunnen we gewoon vergeten anders. Oké, maar dat is dan de belofte van iedereen hier. Want op zich, de casussen, soms denk ik wel, ze weten de casussen toch. En waarom lukt het ons maar niet? Maar dat is dan de uitdaging voor de komende jaren. Voor nu wil ik deze ronde afsluiten. Gaan we naar de derde ronde. Geef ze een warm applaus.